werd geluid in de melodie van de kunstenaar. Landschappen zingen, het purper zingt van mond tot mond. Hare Majesteit de Heide ontfermt zich over de mensen van vroeger en de mensen van nu. Zandvliet, het dorpje aan de Schelde, gelegen ten noorden van Antwerpen, tegen de Nederlandse grens. We zijn hier in de bossen op de heide, waar onze tocht door dit dorp begint. En waarbij Maurice van der Goten en Eugène Claessens ons vergezellen als gids. Grenspaal 262. Hun eerste halt was bij Wannes Kwak of Johannes Mans en zijn goeike. Waar de Wannes heel trots zijn paard laat bewonderen. Verder getrokken komen we aan de Grote Weel, waar de kinderen nog konden zwemmen. Frans Stoffels of zus van Stoffelen aan het maaien. De tweede stopplaats van onze gidsen was bij de Klos of Petrus van Uffelen met zijn lauke. Hier toont hij fier zijn kapelletje. En ook zijn decoraties. Door de Braziliestraat, nu Brazilianenstraat geheten, gaat de trip verder richting Putsebaan, waar ze de heide verlaten om langs daar in het dorp toe te komen.
Op het Hof van Kums, welke gebouwd werd in 1887. Aangekomen zien we pater Gustaaf Wouters stappend over het domein, waar leden van de fanfare De Ware Vrienden de tent aan het opstellen zijn voor hun muziekfeesten, welke toen op het hof plaatsvonden. Om zich van de Konterscherp naar de Spaanse Molenstraat te begeven, moet men steeds het bergsken op. In de Spaanse Molenstraat komt men natuurlijk op de Varkensmarkt, toenertijd nog met prachtige bomen. Maar dan, pech, platteband. Din Knapzak, destijds de toeverlaat voor een familie bij een sterfgeval, wijst onze vrienden de weg naar de fietsenmaker. Bij Charles Janssens, waar Charlotje Fameleer de stiel verder uitoefende. Van de velomaker trekken we verder naar de markt. Met zijn ijzeren paal met gotische versieringen, geplaatst in het midden van de botermarkt. Op Arduin metselwerk. Hij is afkomstig van de handelsbeurs van Antwerpen van 1858. Op de hoek van de markt komen we bij het minnepompje, welke ons steeds glashelder water schonk en waar vele kindermonden hun dorst hebben gelest. Het Sint-Gertrudisputje bevindt zich aan de muur van het kerkhof. Even verder wordt een bezoek gebracht aan de Sint-Gertrudiskerk na de verwoesting tijdens de oorlog, heropgebouwd in 1951. Hier speelt koster, orgelist Emmanuel Wouters op het kerkorgel. Boven op de kerktoren krijgen we een panoramisch zicht van Zandvliet, vertrekkende van het noorden met de Noordlandpolder, dan naar het oosten, verder naar het zuiden met Berendrecht op de achtergrond, om alzo verder westwaarts te gaan richting Schelde. Waarna terug noordwaarts. Waar we eindigen met een zicht van het gemeentehuis. We trekken verder door het Zilverstraatje, nu Noordland geheten, en komen zo bij het klooster aan, toen nog eigendom van de zusters van Ronsen. Een bezoek aan het geboortehuis van Icatius de Keizer hoort er natuurlijk ook bij. Onze beroemde kunstschilder werd hier geboren op 26 augustus 1813. Dit geboortehuis werd afgebroken in het monumentenjaar 1975. Tram 77 rijdt hier door de Bakkerstraat, nu Zoutestraat geheten. Elke buurt had zo zijn raad, waar de mensen gezellig konden praten op straat. En om de juiste weg te weten, kon men ook altijd bij hen terecht. In het begin van de derde weg laden Muske en Stanmaus de wagen met stro. Verder in de derde weg zien we de boerderijen en op die plaats bevindt zich nu de Zandvlietsluis. Hier de prachtige polders, opgeofferd voor de industrialisatie. Op deze terreinen bevinden zich nu het kanaal en BASF.
De hoeve van Alexander Bril, Stan Gabriels, die samen met zijn vrouw de koeien aan het melken is. Ook Sjulke de Jager, Jules Groeiers, was een vertrouwde polderfiguur. In de Schorre is al een aanvang genomen met de opspuitingen voor... De Schelde met zijn scheepvaart. Onze vrienden Maurice en Eugène nemen afscheid van deze. Terwijl we nog een blik werpen naar de brug in de Schelde. Deze brug was een pleisterplaats voor toeristen, zwemmers en krabbenvangers. Hier komen we terug in de dorpskom, aan Hotel Jagersrust, waar de naam Foutief is geschilderd op zijn uithangbord. Onze twee vrienden, uitgerust als jager, vertrekken voor een jachtpartijtje naar de polders. In de eerste weg aangekomen bemerken we de hoeve van Henri van de Maagdenberg. Dat onze jagers geen echte wildjagers zijn, bewijzen de getroffen bieten. Alvorens de bieten machinaal werden gerooid, moesten de eerste koppen worden afgesneden. Hier met Geert Musters op de tractor, toen knecht bij Sander Bril. Loofladen was een zware klus. En ook de paarden lust af en toe een groen blaadje. Wie niet over een machine kon beschikken, rooide de bieten manueel. Na het bietsteken komen we natuurlijk terecht op de Frederik, bij het suikerfabriek welke dateerde van 1870. Deze stond op Berendrechts grondgebied. 250 seizoenarbeiders verdienden hier hun boterham. Deze fabriek kon 1000 ton bieten verwerken op 24 uur.